Een kat heeft waarschijnlijk een treinreis gemaakt van Den Helder naar Arnhem. RTV Arnhem ging naar het dierenasiel. Hoe trof u de kat aan toen u hem op ging halen op het station? Hij was lekker aan het slapen in een stoeltje bij NS. En toen gingen we binnen en komt hij naar ons toe. Heel vriendelijk, lief kat. Maar hij was niet geregistreerd bij die eigenaar. Maar bij de asiel waar je opgehaald was. En was hij niet onrustig? Nee, helemaal niet. Heel lief, iedereen was weg van hem. Hij heeft dus een hele goede reis gehad van Den Helder naar Arnhem. Heel rustig reis gehad, denk ik. Ja, hij had nergens last van. Wanneer wist u dat u uw kat kwijt was? Eigenlijk zaterdag, ja, middag eigenlijk. Dacht, nou ja, 's nachts, hij komt niet terug. Misschien is hij op onderzoek uit. En toen dierenambulance gebeld en Amivedi. En die hadden nog niks gevonden. Ik dacht, nou, dan ben ik hem kwijt, want hij blijft nooit zo lang weg. Wanneer kwam u erachter dat uw kat hier terecht was gekomen? Dat was gisterochtend. Toen werd ik gebeld. Ja, met dierenkliniek Arnhem. Je kat is hier. Nou ja, ik kom zelf uit Den Helder, dus hoe dan? Ja, met de trein. Hoe heeft de dierenkliniek Arnhem u weten te vinden als eigenaar? Nou, Baco is gechipt. En alleen stond de chip nog niet op mijn naam, bleek. Dus toen hebben ze het asiel waar ik hem vandaan heb, hebben ze gebeld. En die hebben mijn nummer weer doorgegeven. En zo ben ik erachter gekomen dat hij hier zit. Ja, ik kan er zeker om lachen. Ik bedoel, dat hoor je niet zo vaak. En u bent natuurlijk wel heel blij dat u uw kat terug hebt. Ja, absoluut. Ik bedoel, anders was ik niet komen rijden vanuit Den Helder hier naartoe. Nee, dat is echt... Ik ben heel blij. Hoe vaak komt het voor dat gevonden dieren hierheen worden gebracht? Dagelijks. Meerdere malen per dag, 7 dagen in de week, krijgen wij dieren binnen. Vogels, honden, katten, die ergens gevonden zijn. En die onder dak gebracht moeten worden totdat de eigenaar erbij komt. Wanneer komt de eigenaar erbij? Hoe zorgen jullie daarvoor? Als we mazzel hebben, of als het dier mazzel heeft, dan is die gechipt. Heeft de eigenaar daar zorg voor gedragen. En aan de hand van een chipnummer kunnen we de eigenaarsgegevens opvragen. En dan kunnen we ze per direct bellen en weer met elkaar herenigen. En hoe vaak komt het voor dat een dier gechipt is? Te weinig nog. Bij honden zien we het steeds meer. Bij katten gelukkig ook nu. Maar ik denk toch nog dat een dikke 50-60% nog steeds niet gechipt is. Is dat voor het dier pijnlijk als ze gechipt worden? Nee, je moet het vergelijken met een injectie. Het is wel een wat stevige naald. Het is een rijstkorreltje qua grootte wat ingebracht wordt. Ik denk dat het veel pijnlijker is als hij de rest van zijn leven in een asiel of op straat moet slijten omdat we de eigenaar er niet bij krijgen. Als het dier dan hierheen wordt gebracht en als u de eigenaar heeft gevonden, komt de eigenaar hem dan eigenlijk wel altijd ophalen? Helaas niet. Nee, ervaring leert dat dat heel vaak ook niet zo is. Zelfs mensen die dat een dier wel gechipt is, toch nog erg afwijzend zijn. Ja, in dit geval is het heel bijzonder, want die kat heeft een hele grote afstand afgelegd. Vanaf Den Helder is hij op stap gegaan en met de trein hier gekomen. Deze mevrouw heeft gelijk actie ondernomen en je zag net ook van ja, ze is hartstikke gek met die kat ook met haar. En ze heeft 2,5 uur geloof ik in de auto gezeten en nog eens een keertje 3 kwartier in de file. Ja, ze neemt gewoon haar verantwoording en ze is gek met dat dier. Maar we maken helaas ook mee dat mensen er niks op uitdoen. Zijn die mensen dan aansprakelijk voor het dier of kunnen ze een boete krijgen of gebeurt er helemaal niks? Wij zitten er altijd bovenop. Zo gauw ik enig idee heb wie de eigenaar is, maak ik het echt altijd aanhangig. Ga ik met die mensen ook in conclaaf en vind in ieder geval dat ze dan de kosten die er gemaakt worden door ons of een organisatie als die van ons, dat ze die moeten betalen. En ik wil dan weten wat ik er verder mee mag. Mag ik een nieuwe baas zoeken? Want anders zou zo'n dier tot in de lengte van dagen hier zitten. En dat zijn vaak wel hele beste discussies. Maar die we steeds vaker wel positief afronden, of voor een organisatie als die van ons, of in ieder geval voor het dier. Je hebt verantwoording als eigenaar van een dier. Je moet zorg dragen voor. Medische kosten ben je verantwoordelijk voor. Kosten van een organisatie als die van ons, om hem van straat te halen en op te vangen. Ja, dat krijg je als je aan een dier begint. De dieren hier staan in ieder geval te popelen om een nieuw baasje. Ja. Hoe erg wij ons best ook doen, hè? We ze van alle gemakken voorzien en alle verzorging. Bij jou thuis of bij mij thuis op de bank is het altijd prettiger.